Wat is Insights Discovery? Deze vraag kreeg ik eigenlijk een aantal keren van mensen die een van mijn vorige video's zagen. Mijn naam is Reinier Turlings van Talent Motivatie. En ik train en coach graag mensen in hun werk in plezier. Dat klinkt bijna te mooi voor woorden, maar door bewuster van jezelf te worden en bewust te kijken waar ben je nou goed in, wat vind je leuk om te doen en wat haal ik mijn energie uit. Dus dat bewuster in je werk te doen, dan kan je met meer plezier werken. Daar gebruik ik dus heel vaak Insights Discovery voor. En Insights Discovery is een tool wat eigenlijk een heel erg mooi hulpmiddel is daarvoor. Waarom? Omdat het heel snel heel veel onderwerpen goed makkelijk bespreekbaar maakt. Het is gebaseerd op Jung als achtergrond. En hoe werkt het? Eigenlijk heel simpel. Je vult een 25 vragen in online, eigenlijk best heel eenvoudig. Dat kost je 15 minuten. En direct daarna kan ik vanuit de computer downloaden een heel overzicht, profiel zoals we het noemen. We noemen het bewust geen rapport, want dat zou het waardeoordeel kunnen geven dat er iets goed of fout is. Nee, het is een persoonlijk profiel over jouw gedrag, over jouw manier van communiceren. En het geeft prachtige inzichten en ik vind het heerlijk om dat uit te delen, want als mensen dat gaan lezen, zijn zo'n 10, 20, 30 pagina's over jezelf. En de eerste twee pagina's, daar kunnen mensen zich gaan herkennen. En als ze dat lezen, dan komt er zo'n grote glimlach op het gezicht van, ja, dat ben ik. Hoe weet je dit? Heb je 2 weken lang achter mijn rug gelopen of hoe kan je dit weten? Toch is het diepgaand genoeg om het niet een generiek algemene tekst te maken. En is het heel persoonlijk. Maar het is positief geschreven, ook al gaat het over je minder sterke punten, je valkuilen, misschien je blinde vlekken. En dat betekent dat als het positief geschreven is, dat het ook snel geaccepteerd wordt van oké, dit is inderdaad mij in goede gevallen, maar ook misschien in minder goede gevallen. En dan kunnen we meteen gaan bespreken. En als we het hebben over persoonlijke effectiviteit of team-effectiviteit, is dat wel handig om daarmee meteen tot jouw waarheid te komen. Daar is natuurlijk één belangrijk punt in. We hebben het ook namelijk over perceptie. Jij kijkt naar de wereld. Jij hebt een beeld over de wereld, wat jij mooi vindt, wat jij goed vindt. Dat is jouw waarheid. En des te mooier we kunnen aantonen dat anderen ook hun waarheid hebben en dat die waarheid misschien wel anders wordt gezien, gepercepieerd, andere perceptie. Hun perceptie is ook hun waarheid. Des te mooier we dat heel eenvoudig inzichtelijk kunnen maken, onder andere met zo'n tool zoals Insights Discovery, des te beter we kunnen helpen om daadwerkelijk een mooie samenwerking te kunnen creëren. Het begint dus met het weten van er zijn verschillen. Dan ga je het vaker herkennen, misschien zelfs erkennen. Je gaat het op een gegeven moment zelfs dan makkelijker waarderen en respecteren. En dan ontstaat die mooie samenwerking waarmee je veel mooiere dingen kan bereiken. Ik gun iedereen een Insights Discovery profiel met de uitleg. Dus als jij meer informatie wil weten hoe we dat gebruiken. Het is dus gebaseerd op Jung en het is maar heel eenvoudig met een paar vragen online. En daarna gaan we de terugkoppeling doen. Wil je meer van weten? Kijk dan op www.talentmotivatie.nl of mail naar reinier@plezier.in. Ja, let op, plezier.in, want je hebt toch ergens plezier in? Dankjewel, tot snel.